De zorgorganisatie Zorg en Service heeft vanmorgen in het kader van haar 5-jarig bestaan een zorghuis voor senioren geopend. Volgens Sandra van Bossé, manager van het zorghuis, biedt de organisatie al zorg aan huis en hulp bij het huishouden. Echter is de behoefte voor persoonlijke zorg heel erg groot. Met het zorghuissysteem kunnen maximaal 10 senioren permanent inwonen, zegt de manager. Nou, in principe zoals het bekend is, zijn er verzorgingshuizen toch, waar er heel veel mensen wonen, dus echt 30 naar boven. En in de afgelopen 5 jaar heb ik gemerkt dat dat voor sommige mensen net ietsje te veel is. Hè? Dus zoveel mensen bij elkaar, waardoor mensen bijna geen aandacht krijgen. Waardoor mensen bijna een nummer worden. En ik had zoiets van, dat wil ik anders doen. Dus vandaar dat ik op het idee kwam van, nou, misschien moet ik het kleinschaliger doen. Hè? Dus kleinschalig wonen. Waar dus maximaal 8 tot 10 mensen wonen. Eigenlijk vorm je dus met z'n allen een gezin. Ja, het is 24 uur zorg, maar het is een gezin. Ja, dus we koken met elkaar, we eten met elkaar. We doen activiteiten met elkaar. Dus vandaar dat het kleinschalig wonen. Je moet van mensen houden om dit werk naar behoren te kunnen doen. Anders hoef je het niet te doen, zegt Van Bossé verder. Ik doe dit werk al 32 jaar, met plezier. Ik zeg, zorg moet vanuit het hart komen. Je moet van mensen houden om dit werk te doen. Omdat je met van alles te maken hebt. Weet je, je hebt met urine, ontlasting, bloed, vervelende mensen soms. Mensen die net gezegd 10 keer hetzelfde vragen, dat zijn dan weer de mensen die aan het dementeren zijn. Je moet geduld hebben. Als je dat niet hebt, dan kan je dit werk niet doen. Dus, maar de bedoeling is wel dat ik uit de zorg ga en het ga managen. Dat is wel de bedoeling dat ik dat ga doen. Ja. Oma of opa vraagt te veel van je, waardoor je oma gaat verwaarlozen of je gaat schreeuwen tegen zo'n oudere. En ik denk dat is juist niet nodig. En nou, daarvoor is dit, om te helpen. Ja, om te helpen, om te ontlasten. En ook mensen die zoiets hebben van, ik wil niet meer alleen in mijn eentje in dat grote huis wonen. Die zijn dus ook welkom. Sandra van Bossé, manager van de zorgorganisatie Zorg en Service. We spraken haar in het kader in verband met de opening van een zorghuis voor senioren in verband met het 5-jarig bestaan van de organisatie. Het zorghuis staat aan de Grongposrenweg in het district Wanica.